ga je niet voor het volgende dat ze heel offensief of defensief spelen? Wij moeten winnen, dus wij gaan wel aanvallen. Alleen wat ik net al zei, Roda is wel een ploeg die denk ik ons ook wel zal laten aanvallen. Op de eigen helft gaat staan en proberen met hun snelheid en met de gevaarlijke spitsen proberen snel te counteren. Maar wij moeten gewoon aanvallen. Alleen wel rekening houden dat je ook, ik kan wel zeggen, val alleen maar aan. Maar als je niet verdedigt, dan ben je kansloos. Dus ik stel voor dat we allebei gewoon en aanval en verdedigen. Ja. Hoe belangrijk is het voor de club en de spelers om 6 keer op rij verloren te hebben, nu 2 keer achter elkaar gewonnen te hebben en gelijk? Vooral heel belangrijk voor de training. Nee, dat is voor iedereen hartstikke belangrijk. Dus, dat is natuurlijk een serie die hartstikke lastig is. Hoewel, die serie zat natuurlijk wel begon met Ajax en daarna 2 lastige uitwedstrijden, toen PSV. Ja, daar komt er een beetje een negatief sfeertje van, en daar zijn we wel even in blijven hangen. Gelukkig zijn we daar nu uitgekomen, maar dat is hartstikke belangrijk. Anders wordt het seizoen al afgelopen en nu 3 wedstrijden voor het einde. Kunnen we nog knokken voor iets? We heel hard knokken, maar we zitten er nog steeds in. Wat verwacht je van de wedstrijd? Nou, ik verwacht dat wij vaker de bal zullen hebben, meer op de helft van de tegenstanders zullen staan en dat we vooral voorin wel wat acties nodig hebben, wat diepte, en ik hoop dat Oussama het weer lekker op zijn heupen heeft morgen. Een individuele actie in de kleine ruimte of een keer diepte lopen, dat is wel heel erg belangrijk. En we hebben niet zo heel erg veel aanvallers. Aanvallers die we hebben, die kunnen dat wel. Dus ik hoop dat het morgen gaat lukken. Mooi.